Vandaag ga ik op safari met deze bende, op kustsafari. Want het is nu valavond en op dat moment biedt de Uitkerkse polder in Blankenbergen een uniek spektakel. Ik heb het over een bonte verzameling aan watervogels, weidse poldergraslanden en zelfs schorren met zilte planten. Ik ben benieuwd. Deze zomer kan je op 6 verschillende kustsafaris. Het concept is telkens hetzelfde, maar toch is elke tocht anders. Een kustranger leidt je met de fiets of te voet naar verborgen natuurparels, waar je telkens op zoek gaat naar de Big Five. 5 bijzondere planten en dieren. Wuivend helmgras, opvliegend wild en de gezonde zeelucht bezorgen je een echt safarigevoel. Onderweg geniet je van de stilte en de natuurpracht. In totaal worden er 48 safaris georganiseerd. Elke woensdag, donderdag, vrijdag, zaterdag en zondag tijdens de grote vakantie. Ze duren zo'n 2 tot 3 uur. Starten en eindigen doe je telkens aan een van de 6 bezoekerscentra. Het Zwin Natuurpark in Knokke-Heist, het Duinenhuis in Kokzijde, de Uitkerkse Polder in Blankenbergen, Atlantic Walra Verside in Oostende, kinderboerderij De Lenspolder in Nieuwpoort of Duinpannen in De Pannen. En dan heb je hier torenvalsen en buizen, maar heb je dan ook de speciale, de bruine kikken, die dat is die dat we nog niet hadden. Dan heb je natuurlijk hier de, al die kleine vogeltjes die geweldig veel in de rietvelden zitten. En dan heb je hier de watervogels, de wilde eenden. Het is echt wel een unieke natuurervaring, zo'n kustsafari. En als je graag wil weten wanneer welke safari plaatsvindt, wel, dan moet je zeker surfen naar ikzomerwasvlaams.be. En daar kom je ook te weten hoe je ervoor kan inschrijven. En nu ga ik verder de gids volgen.